Jong AZ kende een teleurstellende speelronde in de keukenkampioendivisie. Zaterdag verloor de ploeg van Michel Funk met 1-0 van Os. Het is daar Van der Heijden en die bal valt binnen. En het is Tuin van de Heerik die scoort. Ik denk op zich dat we wel goed speelden. Alleen waren we een beetje ongelukkig met die corner. Voor de rest hadden we ook wel een paar kansjes gehad, maar we waren niet klinisch voor de goal. Wat doet het met jou dat er tot nu toe nog niet heel veel wedstrijden gewonnen zijn? We hebben wel een goed gevoel. Speelt er wel goed gevoel, want we zijn vaak bovenliggende partij. Maar de goals komen niet of komen te laat als we achter staan. Dus dan is het gewoon te laat. Dan hebben we vaak al verloren. Milan Baar sloot begin dit jaar aan bij Jong AZ. Nadat hij eerder in de jeugdopleiding van Manchester United en Ajax speelde. Hoe kijk je nu met de kennis van nu terug op die beslissing om hier te komen? Goed eigenlijk, ja. Ik speel veel wedstrijden, ook in de goede competitie. Dus ik heb voor mijn gevoel heb ik een goede keuze gemaakt. Dus ik ben wel blij met mijn keuze eigenlijk. Goede club, het is goed georganiseerd. Iedereen wil je graag helpen. Iedereen is altijd aardig en positief eigenlijk. Dus alleen maar positieve dingen. En hoe ziet jouw ontwikkeling eruit sinds je hier bent? Ik kwam wel van redelijk ver, want ik was niet echt fit. Maar nu ik wedstrijden speel en training ga ook weer lekker, dat ik gewoon wel fitter raak. En dat de wedstrijden ook makkelijker worden. Dus voor mij voelt het goed. En wat merk je dan in je spel dat je weer fitter bent? Gewoon de acties komen weer, ik kan langer de wedstrijd volhouden. Ik kan vaker diep rennen en zo. Dat kost allemaal nu veel minder energie dan eerst. En wat voor jongen ben je eigenlijk buiten het veld? Ik denk dat ik wel vrij rustig ben. Maar ook wel dat ik graag praat, maar ik ben niet een hele druktemaker of zo. Voor de rest kan ik denk ik wel redelijk goed met iedereen omgaan in het team. Dus ik denk wel positief. Dit seizoen speelt Baars veel bij Jong AZ. Daarin doet hij het goed, maar uiteraard kunnen er ook dingen beter. Wat als ik een voorzetje mag geven? Een aantal goals en assists heb ik nog niet gezien bij jou. Nee, die moeten komen sowieso. En ik hoop dat we ook uiteindelijk een paar potjes gaan winnen, achter elkaar zeg maar. Ik denk dat als team het belangrijkste is dat we echt gewoon wedstrijden gaan winnen en gaan domineren. Daar is Berghout. En Berghout kan van dichtbij de 1-1 maken. Ja, want dat zit er eigenlijk wel in hè, als ik die wedstrijd. Het zit er vaak in, alleen we hebben gewoon vaak gewoon een beetje ongeluk of... dat zit gewoon niet altijd mee, maar ik denk dat het wel komt. Als teams, we hebben genoeg goede spelers die het kunnen doen.